In de jaarbeurshallen in Utrecht werd voor het eerst gestreden om de zwaargewichttitel van de provincie Utrecht. Het gewicht der kandidaten werd voor het volle pond uitgemeten door Alkmaarse kaasdragers, die daarbij geassisteerd werden door de enige man in Nederland die in de winter bang is voor een zonnesteek. De Utrechtse favoriet, de heer Gerritsen van der Hoop, bijgenaamd Dikke Toon, werd gewogen en met zijn 307 pond te licht bevonden. Na hem stelde een mannetje uit Zeist, de heer Van der Does, zijn leven in de waagschaal. Inclusief stropdas en sokken woog de Zeistenaar 317 pond. Deze zware strijd, die georganiseerd was ten bate van de Nederlandse militaire oorlogsslachtoffers, vond zijn dieptepunt toen de heer Van der Zwaard, bijgenaamd Bolle Piet, op de stoelen ging zitten. Met 390 pond, we herhalen 390 pond, werd hij kampioen zwaargewicht in de provincie Utrecht. Omdat hij er wat ondervoet uitzag, kreeg hij 2 flessen slagroom en een vol vet kaasje. Hij kreeg ook de eerste prijs, een stevige fiets. Maar hij ging toch maar liever lopen met de andere zware jongens, die samen met hem goed zijn voor iets meer dan 1000 pond.